middenveld van Griekenland. Zie je het? Officiële klok. Zou nu afgelopen zijn, maar Brokop is de paas. Doeltrap. Valpartij van Anastopoulos levert geen vrije trap op. Uitermate moeizame overwinning van het Nederlands team dat misschien wel te gretig, te gehaast heeft gespeeld. Het werd 1-0 door die benutte strafschop van Kist. De strafschop gegeven door een uitblinkende scheidsrechter, Duitse Prokop. Hij gaf hem daar waar veel andere scheidsrechters hem absoluut niet zouden hebben gegeven. Gewoon omdat Prokop zeer oplettend was en zag wat Constantinou deed ten opzichte van Nanninga. En Nederland dat erg veel geluk had, bal voor tijd. Toen een kopbal het eens patten op te laten boven Doesburg. Nederland ook dat moet gezegd worden, ook nog ongelukkig speelde. Het verloor Schrijvers onder meer in het begin van de wedstrijd. En daardoor kwam het allemaal niet erg tot rust in het veld. Hoe dan ook, Nederland won met 1-0 van Griekenland. De Nederlandse supporters hier vieren feest. Zaterdag ongetwijfeld in dit volle stadion dan Nederland en Duitsland als topper van deze groep. Gejuich ook voor de Grieken die uitstekend tegenstand hebben geboden. Maar 0 punten hebben, want dat telt nu eenmaal in toernooivoetbal. Nederland-Griekenland 1-0 voor Nederland voor een benutte strafschop van Kees Gist. En dit is dan de stand in groep 1 nadat alle ploegen één wedstrijd hebben gespeeld. 1-0 en 1-0 voor Nederland en West-Duitsland en de Tsjechen en de Grieken staan dus gewoon op 0 punten. U bent terug in Hilversum, u bent terug bij Hans Kraaij. Hans, natte handenwedstrijd. Ja. Het was veel moeilijker dan we allemaal hadden verwacht, dat we allemaal hadden gehoopt. Ik vind toch dat Nederland verdiend heeft gewonnen. Ja, we kwamen goed weg met die bal op de lat op het laatste moment. Ja. En ik vond zeker dat we niet ongelukkig waren met de strafschop die we meekregen. Dat zal natuurlijk in de loop der jaren zal dat alles blijken te zijn van deze wedstrijd. We gaan kijken naar die penalty. Jij had meteen je twijfels. Ja. Ik had mijn twijfels. Ik zie Nanninga toch vrij agressief op de keeper inlopen. Mm-hmm. Kees Jans maar zeer positief over de strafschop. En de scheidsrechter die heeft... Was het werkelijk, hè? Ja, met zijn rechterbeen, ja. Nou, het blijft voor mij discutabel. Ik ben blij met die strafschop. Ja. En zeker dat Kist hem zeer cool benutte. Ja. Maar dit zijn momenten dat je zegt, nou, dan mag je je handen echt dichtknijpen. Want dan mag je ook... Prokop, hij is aangewezen daar als rechtspreker voor dit toernooi. En wij met z'n allen hebben het kunnen zien. Maar waar ligt de waarheid? Het is een grote beslissing, hè? Nou, het is toch tekenend voor de man dat hij de beslissing durft te nemen op dit moment. Ik kan me toch voorstellen dat die Grieken zullen zeggen, nu en over een aantal jaren, het was geen strafschop. Maar goed, het blijft discutabel. En gelukkig voor ons was de beslissing deze keer positief voor Nederland. Ja. Maar Nanninga, de manier waarop hij op die keeper ingaat, daar kan je toch vraagtekens bij zetten. Ja, ja. Kan je, dat is heel makkelijk redeneren, kan je ook zeggen, je kan hem net zo goed de andere kant op geven? Ja, ik kan me heel goed voorstellen dat het was voor mij te opportunistisch spelen. Ze hebben te weinig op balbezit gespeeld, wat toch in feite in het landwedstrijden van Nederland de grote kracht is. Ja, doordat er weinig op balbezit gespeeld werd, kwamen er weinig ballen van de flanken. Ook omdat we geen linksbuiten meer hadden, omdat Nanninga en Kist beide in het centrum speelden. We hebben niet goed gespeeld. Dat is erg duidelijk als je terugkijkt op 90 minuten. En het meest kenmerkende van dit Nederlands elftal vind ik feitelijk dat het geen eigen gezicht heeft getoond. Het heeft aangerommeld in de tweede helft. En nou ja, we moeten blij zijn met de overwinning. Ik vind toch dat er een aantal spelers erg goed gespeeld hebben. Met name Michel van der Korput. Ja. En toch zeer, zeer uitgekookt. Dus een jongen die heel lelijke overtredingen kan maken, hoor, moet ik je zeggen. Zonder dat iemand het ziet. Ik ga jou nu in de reden vallen, want de tijd werkt altijd mee bij de televisie. Of eigenlijk tegen in dit geval, want je had een heleboel nog willen zeggen. In ieder geval was dit Griekenland tegen Nederland met een 0-1 stand. Dat betekent nog niet het einde van de NOS Studio Sportuitzendingen voor vandaag wat het Europees kampioenschap betreft. Want wij zijn zo direct weer bij u terug als we nog eens een keer lekker gaan nabeschouwen vanuit Italië. Dat is straks. Dus tot straks.